Dat moet hem wezen. Dat is hem. Vrijdag 5 november was het zover. Voor de eerste keer kwam de nieuwe Boeing 787 naar Schiphol. Een hoogtepunt voor de vliegtuigspotters. Niemand wist precies hoe laat de Dreamliner zou landen. Bob van Pamelen nam geen enkel risico. Hij stond samen met zijn collega-spotters ruim voor de verwachte aankomst langs de baan. Een beetje babbelen van joh, weet jij waar die land? Na 6,5 uur wachten wordt Bobs geduld eindelijk beloond. Dat moet hem wezen. Dat is hem. Ja. Dat was hem. Melvin van der Roost. Ja, dat was hem. Hij is geland. De Boeing 787. Ja, hij was heel mooi. Ja. Hij is geland en nou ja, goed, we hebben er weinig van gezien. Maar we proberen nu naar Schiphol Oost te gaan, omdat dat hij daar op het platform komt. Ja, hij gaat daar naartoe. Kut, zeg maar. Ja, hij gaat. Ja. Yes. Nou, volgens mij hebben ze hem gelijk de hangar in gereden daar, van KLM nummer 10. Ach jee. Ja, is jammer. Ja. Is heel jammer. Hij is nog binnen nu. Ja, hij is nog binnen, denk ik. Ja. Want we zagen daar die lichten wel aan. En ik heb het vermoeden dat hij naar binnen is gereden. Het is duidelijk, als vliegtuigspotter moet je een lange adem hebben en soms genoegen nemen met alleen maar een glimp.